Ik ben Jan Annemans. Ik ben de voorzitter van de VZW Scheepvaartmuseum Baasrode. En ik heb in 80 het Scheepvaartmuseum van Baasrode gesticht. Momenteel hebben wij een samenwerkingsakkoord met de provincie. Dus wij zijn partners in feite en wij baten samen de site uit. Een van onze projecten is de bouw van een Baasroodse botter. En die Baasroodse botters die hebben een heel verleden, een hele geschiedenis. Die zijn ooit in Baasrode terechtgekomen in het midden van de 19e eeuw om transport van paling te voorzien. Er is dus ooit een bloeiende palinghandel geweest, zowel in Baasrode als in Marekerke. Maar de Baasrodenaars hadden de schepen, dus de Baasrodenaars waren reders. Die schepen hebben iets speciaals. Ze vervoerden dus paling in het ruim. Die schepen gingen dus naar Nederland, gingen daar paling kopen en brachten dus de paling levend vers naar Baasrode. Levend vers uiteraard, omdat het water dus door die zeven, bak en stuurboord zijn er zeven, dat het water ververst werd. In de 18e eeuw, 17e en 18e eeuw, waren er nog 9 scheepswerven naast elkaar. In het museum zelf hangt een kadasterplan waar al die scheepswerven op gesitueerd zijn. Momenteel de site bestaat dus uit 3 scheepswerven, de werven van Damme, en dan 2 werven van Praat. Bij manier van spreken ben ik geboren op de site. Mijn ouderlijk huis stond hier rechtover. En mijn overgrootvader was burgemeester van Baasrode. Mijn grootvader, naast vaderskant, was de meeste scheepmaker van de werf hier van Van Damme. Mijn vader was commandant geweest bij de marine. En dus, ja, je wordt dus aangetast in uw genen, uiteraard. Dat is ook de reden waarom ik het Scheepvaartmuseum opgericht heb. Het thema van de erfgoeddag dit jaar is dus wel nacht. En het is dus ook de bedoeling om een nocturne, een rondleiding te geven, een nocturne dus op de werf, over de werf. Ik ben Koen de Vrieze, de voorzitter van de School voor Scheepsmodelbouw. Dus wij zijn een VZW die elke zaterdag naar Baasrode komen en hier met ongeveer 10 modelbouwers les krijgen van onze leraar Maurice Kaak. Maurice Kaak was vroeger een restaurateur, die heeft vroeger op een echte scheepswerf nog met houten, waar ze houten schepen bouwden, gewerkt. En die is dan later modelrestaurateur geworden in het Scheepvaartmuseum van Antwerpen. En hij is ook degene die de plans tekent die je daar ziet hangen. En ons dus elke zaterdag begeleidt in het bouwen van schepen. Nu, welke schepen bouwen wij hier in Baasrode? Dat zijn de oude houten schepen die vroeger op de Schelde voeren. Wij zorgen ervoor dat wij dus een overzicht maken vanaf Den Hemer, het kleinste bootje dat je daar ziet staan, Den Hemer tot de Spits. En naast het bouwen van scheepsmodellen doen wij ook voor musea en voor privépersonen restauraties van schepen. Hier zit je bijvoorbeeld de restauratie van een model dat 200 jaar oud was. Daar was niks meer mee te doen. En dan zei die man, ja, maar kun je daar toch niet iets mee aanvangen? En dan heeft Maurice gezegd, oké, onze leraar, we zullen daar een scheepswrak van maken. Dus dat schip is op de rotsen gelopen. En je kunt dat zien. Hè? Dus dat is dus perfect gedaan. Maar dat is een model van 200 jaar oud. Voor de vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen hebben wij, die hadden een schenking gekregen van een oude Chinese jonk. Die was helemaal in stukken van één, maar die was toch wel belangrijk. En wij hebben die hier gerestaureerd. En dat is zo ver gegaan dat als er een Chinese delegatie op bezoek gekomen is in Antwerpen, dat die absoluut dat model wilde tentoonstellen in Shanghai. En dan moest iemand van ons meegaan tot in Shanghai om dat model. 2 jaar is het tentoongesteld geweest in het Scheepvaartmuseum van Shanghai.
Dus je ziet, maar we hebben natuurlijk op voorhand eerst over Chinese jonken van alles moeten opzoeken, hoe dat die gebouwd werden en zo, om het model dan goed te kunnen illustreren. En het was een vissersjonk. En we hebben zelfs de Chinese letters die op de achtersteven geschilderd waren, kunnen ontcijferen via iemand die Chinees kende. Voor de bezoekers zou ik zeggen, kom gerust elke zaterdag langs. De mensen zijn altijd enthousiast als ze hier op bezoek zijn geweest. Wij geven uitleg. De mensen staan vol bewondering te kijken, omdat ze zien werkelijk wat we maken. Dat zijn geen bouwdozen, hè. Wij werken echt op plan. Elk stukje hout wordt hier gezaagd en dat wordt hier allemaal geleerd. Voor de erfgoeddag hebben we als titel gekozen Licht in de duisternis. En waarom Licht in de duisternis? Omdat Baselrode bekend is om zijn Baselroodse lantaarn, de Bostroenair. Nu, het grote kenmerk van deze lantaarn is dat hij in slecht weer, zelfs in de slechtste weersomstandigheden, nooit uitdooft. Dat is een petroleumlantaarn. Die doofde nooit uit, dankzij zijn ingenieus systeem van verluchting. Je ziet dat hier aan die kapjes. Ik kan dat open doen. Dus het water valt erop, zal er nooit binnen. Het enkele druppels die nog binnen zouden komen, die kunnen de wiek niet doven, omdat er binnenin ook nog een bescherming is in een ijzeren kap, zal ik maar zeggen. Wat is er ook nog typisch aan deze lantaarn? Dat is het handvat. Dat is een typisch handvat dat je hier kunt zien. Dus dat is de greep waar je zo de lantaarn mee kunt vastpakken. Andere lantaarns die hebben dat niet. Dat is gewoon een cirkel. Want ze hebben die lantaarn later nagemaakt in Nederland. Wilfried, onze modelbouwer, die heeft dat helemaal zelf ontworpen. Dus die heeft het zo in stappen laten uitgewerkt dat we zo die lantaarns ook in het klein kunnen maken. Dus voor de erfgoeddag gaan we met deze zaken buiten staan. Dus dan gaan we de mensen dat van ver kunnen bekijken. De echte lantaarns gaan er ook staan. En de bouwfases zullen ook naast elkaar gezet worden. Dus de mensen gaan zo kunnen zien hoe dat zo'n lantaarn gebouwd wordt in de modelbouwschool.